Er is alweer veel mogelijk. De meest recente versoepelingen en de huidig geldende coronamaatregelen zijn voor de Edese horeca erg belangrijk. Het merendeel van de horecaondernemers ziet dat de zaken weer de goede kant op gaan. Op dit moment gaat het gelukkig weer de goede kant op. Want wij hebben verschillende takken van sport, zoals een lunchroom, maar ook feesten en partijen. Hoe ben je de afgelopen 2 jaar doorgekomen tijdens corona? Ja, struggelen. Nou, ik moet zeggen, wij hebben een heel creatief team. En dus de mensen die hier werken, die verzinnen ook steeds weer nieuwe dingen om toch ook een beetje het hoofd boven water te houden. Als je alleen al kijkt afgelopen jaar, dan is het zo dat we, ondanks dat we best wel een leuke omzet hadden, hebben we toch een omzetverlies gehad van 1/3. Doordat de groepsaccommodaties tot 1 juni echt stilgelegen hebben. Ook voor de feesten en partijen gold dat. Dus wij zijn wel heel creatief geweest met onze lunchroom. Om daar allerlei ideeën en zo uit te halen. Met Coffee to Go, wat ik al vertelde, en allerlei boxen. Maar als je dan gaat kijken naar je cijfers, ja, dan zat daar nog wel een forse omzetverlies in. Door alle coronaprikkelen. Personeel heb je ook? Ja, zeker. Dus doordat wij de koffiekamer vergroot hebben in 2020. Dus wij zouden eigenlijk 4 april open gaan met deze lunchroom. En toen kwam eind maart de lockdown. En konden wij pas in 1 juni open met de koffiekamer. Maar doordat we dat vergroot hebben, hebben we dus ook meer personeel. Dus ik had 1 kok en er lopen nu al 4 koks. En op een drukke dag, ja, dan hebben wij 15 man personeel hier lopen. Dus enerzijds was het zwaar, anderzijds ging het ook goed? Ja, en dat is natuurlijk het aparte als je gaat kijken ook naar de regelingen die de overheid bijvoorbeeld heeft. Ja, je hebt een NOW-regeling en TVL-regeling. Maar die moeten aan bepaalde voorwaarden voldoen. Maar wat onze overheid vergeet is dat er heel veel ingehaald is in de maanden dat we open waren. Ja, dus oktober, november hebben wij echt wel leuk gedraaid. Maar dat kwam omdat er toen heel veel ingehaald is. Ja, in de groepsaccommodaties zaten toen de mensen die niet hadden kunnen komen. Dat gelde ook voor de bruiloften die al 2 jaar uitgesteld waren. Ja, die zijn allemaal in die periodes hebben dat plaatsgevonden. Dus in die hele korte periode heb je al een hele leuke omzet gemaakt. Alleen als je dan gaat kijken dat je dan half november, december weer met een complete lockdown te maken krijgt. Is het meetpunt voor die overheidssteun is niet altijd de juiste voor recreatie en horeca. En wij hebben dus ook geen aanspraak kunnen maken op die steun. Er zijn versoepelingen nu. Er komen weer nieuwe versoepelingen aan. Dat is alleen maar een goede zaak, denk ik. Ja, zeker. Daar zijn we ook heel blij mee. Ik had net ook, voordat jullie kwamen, alweer mensen om een feest door te praten. 60 jaar getrouwd. En die kunnen 26 maart willen een feestje geven. Nou, daar hebben we de details alweer voor door kunnen spreken. En die hopen dan hun feestje te kunnen vieren. Hoe reageren klanten? Ja, die zijn weer super blij dat ze mogen komen. Ja, dus ze mogen nu weer lekker binnen zitten. Nou, vandaag woensdag is ook gewoon altijd een gezellige dag bij ons. En dan is de lunchroom ook al gezellig bezet.